Goedendag. Vanochtend hadden we te maken met enkele stevige buien die van de zuidwest naar noordoost over ons land trokken. En daarbij kwamen ook zware windstoten voor maar van meer dan 75 km per uur. In het noordwesten zelfs meer dan 100 km per uur, gekoppeld aan storm Isha. In de middag hadden we met heel ander weer te maken. Op grote schaal blauwe luchten. En met die stevige zuidwestenwind werd nog steeds zachte lucht aangevoerd. Het werd wel 11 of 12 graden. En zeker in vergelijking met vorige week zitten we dan dus zomaar zo 10 graden erboven op deze week. Echt wel een heel ander weerbeeld. Nou, dat herfstachtige weerbeeld dat zet zich ook de komende dagen voort. We zien weerkaarten die winterliefhebbers liever niet zien: lage druk ten noorden van ons, hoge druk ten zuiden. En daartussenin dus die westelijke stroming met vochtige lucht. Vanavond enkele buien, dan tijdelijk wat droger in de nacht naar dinsdag. Maar dinsdag overdag volgt weer een nieuwe storing die dan in de avond, naar woensdag, eh, avond en nacht naar woensdag ook gaat overtrekken. De isobaren liggen dicht bij elkaar, dus we kunnen ook opnieuw veel wind gaan verwachten. Pas in de nacht naar donderdag komen we tijdelijk onder een uitlopen van hoge druk te liggen. Wordt het wordt tijdelijk ietsje rustiger, maar daarna staan lage drukgebieden alweer te trappelen om onze omgeving binnen te trekken. Vanavond dus enkele buien die met name zijn weggelegd voor de oostelijke helft van ons land met dan temperaturen zo rond 7 of 8 graden en nog steeds een stevige wind uit westelijke richtingen. In de nacht wordt het uiteindelijk op heel veel plaatsen droog. Opklaringen die breiden zich uit en het wordt dan zo'n 5 of 6 graden als minimum. Morgen overdag start dan nog vrij vriendelijk met zonnige perioden, maar vanuit het westen neemt de bewolking al snel toe. Uiteindelijk gaat het in de middag in het westen regenen en die regenzone breidt zich in de avond en nacht naar woensdag verder over ons land uit. De maxima die worden ook pas erg laat bereikt, waarschijnlijk pas in de loop van de avond, misschien zelfs tegen middernacht. En liggen dan rond 11 of 12 graden en dan komen we in de buurt van warmterecords terecht. De wind die blijft uit het zuidwesten waaien en blijft ook stevig doorwaaien, neemt in de loop van de dag zelfs weer in kracht toe. Woensdagochtend bereiken we dan weer de piek van die wind, met dan op grote schaal zware windstoten van meer dan 75 km per uur en opnieuw erg zacht weer met zo'n 11 graden overdag. Woensdag overdag waarschijnlijk wel vaker wat droog met zonnige perioden. De dagen daarna blijft het in eerste instantie zacht met temperatuur tot een graad of 10. Als richting het weekend gaat de temperatuur ietsje omlaag. Overdag komen we dan op 7 of 8 graden uit. En de kans op buien die blijft ook dan aanwezig. Tot de volgende keer.